Hallo lieve kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van No Limits 2, aflevering 11. Ik wil één ding zeggen voor ik begin. Jullie gaan waarschijnlijk deze aflevering mijn heer met mijn neus zo optrekken, met mijn neus zo snutten, want die loopt constant met, ja, snot. Ik ben dus nog heel vaak wakker geworden om te snutteren. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Oh nee, misschien niet voor. Maar ja, we gaan beginnen weer met 3 M8-bandjes, maar hier staat wel iets MH, MOB, ja. We gaan gewoon beginnen met Monstrum Awakens. Awakens, ja. Daarna doen we Mond en daarna doen we graag naam. Maar het is eerst Monstrum Awakens. En over vorige week hebben we gesproken, geen enkele foutmelding, we doen aflevering 11. En we beginnen alweer gelijk met foutmelding. Maaswart. We hebben een hangende achtbaan van het stormje gehad. We hebben een sneeuwgebied. Vol dennenbomen. Ik ben benieuwd. Met deze achtbaan. Het begin is al leuk, want we gaan niet gelijk getakeld worden. Toegetakeld. We gaan eerst een stukje zo gemaakt. Ja, ik zie daar al een mooie looping. Maar we gingen dus eerst zeg maar een stukje nog wat heen en weer. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Dat is iets anders. We gaan toegetakeld worden. Wat hebben we voor baan? Ik zie rode tussenstukjes, ik zie een paarse rail en ik zie een... Wat is dit voor kleur? Ik weet niet precies wat voor kleur de sterke ijzer is. De rode ondersteuning. We maken een hele flinke daling. Gevolgd door de looping. Heel erg goed. Zo, even bordjes. Hier een looping. Ja, dus zeg maar, oh, het is zo'n, ja. Oké, we gingen door een paal heen, weer. Maar daar kijk ik niet naar, het gaat even maar op de paal, maar het gaat ook natuurlijk een fout in. Dat mag natuurlijk allemaal niet. Weer een, we zijn al vaak over de kop geweest, heb ik geen druk. We gaan weer door een paal weer. Ja, en we zijn al aangekomen. We zijn redelijk vaak door palen en C-train hier. Ik wil even naar de kaartjes kijken. Oké. Die andere kaart, is er maar één treintje? Nee, dat is nu een nieuwe trein getrokken. Op zich een hele leuke, dit was die speciale looping dus, zeg maar zo, ja, speciale looping. Moet ik het uitleggen? Nog ja. Heel erg leuk, achtbaantje. Monstrums. Monster... Ja, ik vind het allemaal van die rare namen. De eerste waar was dit. Op naar de tweede en dat is Montu. En Montu gaat goed zonder foutmeldingen. Maar en we hebben weer een oude achtbaan. Ditmaal een blauwe achtbaan met kaartje roze kleuren. De baan heeft deze, die bijzondersteuning hadden we net in dit. Dus dit is wat nu allemaal blauw is. Ja, oké. Okay. Ik zie nog wel allemaal tunnels en... Weet ik niet wat. Ik ben benieuwd. Zijn het dezelfde kaartjes? Volgens mij zijn het dezelfde kaartjes. Nee, hier zit je maar met 2 langs elkaar. En daar zaten we met 4 langs elkaar. Het is een ander kaartje. Andere baantype dus. En dit is ook weer de laatste aflevering van de vakantie. Jongens, het gaat toch weer snel hè. Het is er bijna op. Maar, het is zo dat het er ook weer bijna op. Het laatste trimester gaat snel omgaan. Veel vrije dagen, korte examens. Dus ja, we gaan ook weer zo'n heel scherpe, schuine poort onder. Die speed maken. Ik denk dat het zeker zal met de rond, maar... Oké, okay. Weer in. We maken weer een looping die linker draait. En dan maken we... Oké, dit is waar. Dit vind ik waar. Oké, dit komt nog een speciaal stukje. Maar we hebben een leuk groeiend stukje. Rammetjes. Ze gingen wel degelijk, daar hebben ze goed voor. Weer een loopingje. De loopings en zo in deze aflevering op dit punt. Vaak over de kop geweest al. Hopla, paaltje door. Natuurlijk niet over paal, ja. Dan heb je met rollercoaster, ik moet custom zijn om je plaatsen, dus meestal over. Daar moet je mee opletten.
Vergeet zo natuurlijk niet te kijken naar een nieuwe aflevering van Gorgos Tycoon 3 natuurlijk. En eigenlijk leuk, zit het nu überhaupt weer achter Gorgos kleuren? Ja, ja. Oh, is het ook een film in? Oh, het is dezelfde baan die ik ben. Sorry, ik heb me dus vergist. En de verte zien we het covertje. Leuk baantje ook. En we zijn wel de ene keer door een ding gegaan, minder dan de vorige keer. Maar ik vind deze toch wel leuker. Dan ja, nee, dat jammer gewoon. Die andere vakken worden kom en looping is helemaal leuk. Voor mij is dat nou altijd de eerste op de eerste plaats. Maar het kan veranderen, want deze kan nu wegzakken als deze leuk is. Ik weet niet, het is een rare naam. We gaan hem gewoon doen. En met deze laatste aflevering, laatste aflevering van deze aflevering, zo moet het zijn, gaan we het laden, ik heb nog iets vragen, maar dit is een 0 Limits 2 coaster. En het is nooit haakbaar, we zagen het lekker dan alle andere stukje van de foto. Ik ben benieuwd, wat kunnen we een bordje, ik zie dat een reuze rod, een Enterprise. Is er nog iets? Een schommelschip zie ik daar ook nu. Staan dat die as ziek staan. Er staat nog een arbeidje. Oké, die gaan we ook doen, maar dat telt als één park. Mijn hoofdachtbaan is dit, dus we gaan ze altijd weer beoordelen, maar deze telt mee voor de. Nee, we gaan het zo goed doen. Houd het arbeidje. Bokje maken. En zijn we waar. Dit was een zeer snelle achtbaan. Snel gedaan, holy shit. Dit was snel gedaan moet ik zeggen. Echt wel snel gedaan. Oh, we mogen niet in de Enterprise. Oh, kunnen we wel erin. We kunnen er zelfs in. We gaan even in de Enterprise. Vind ik gewoon grappig. Maar ja, wij gaan even ook, waar kunnen we nog in? We kunnen ook nog in het swinging ship. Kijk. Yay. We kunnen ook in het reuzenrad, denk ik. Kan dat niet? Ja, we kunnen ook in het reuzenrad. Kunnen we eens goed kijken wat er allemaal staat. We gaan even die laatste afbouw nog doen hoe die staat van dat parkje. Dat er een parkje is. Dat hebben we niet vaak gehad eigenlijk, zo'n parkje met extra attracties. Misschien dat het nog helemaal niet wordt. Die gaat naar daar beginnen, dus dit is wel aan. Het is een kinderachtbaantje, nee, dat is sowieso duidelijk. Klein achtbaantje ook. Simpele karretjes natuurlijk. In ieder geval die wild muisklappertjes. Zijn het volgens mij. We kunnen er al in. Sastruigi of zoiets. Maar wacht natuurlijk de poort zo. We zijn beleefd hè. Voor het kleine glazen armbandje. In de sneeuw. Sneeuw doet het. Daar staat de andere armband weer. Kom op. Poortjes. Ga open. Ga open. Nice. Ga doen. Wij gaan zitten in deze achtbaan, wachten tot de poortjes weer sluiten, maar daar heb ik niet echt zo'n zin in. Dus wat ik ga doen is, manual dispatch, the gates, close it, alles close it, en druk op enter, dan vertrekken we. Je kan de controlepaneel trouwens erbij halen als je nu limit bent met F4, en dan kan je zelf achtbaan dus besturen. Dat is ook wel leuk. Dat doe ik af en toe wel. Dus je kan ook zelfs, bij sommige achtbaan kan je de kaartjes in en uit rangeren en dat vind ik echt leuk. Moet je wel even goed kijken hoe je en zo, want anders blijft hij als je hem, want je moet je hem dan van een stand moet je hem afzetten. Dus je moet hem dan, ik zal het even laten zien. Je moet hem als je dat wil doen, ik ga deze wel even terugzetten naar zijn manueel houden of meer naar het auto. Maar je kan het dus zeg maar als je de manual blok aanzet kan je hem in en uit rangeren, maar in dit geval is het hier niet in je werk.
Je kan ook full manual, je kan hier bij trains, kan je als je dit op kan het zo doen, maar wat op de station zo doen. Kunnen we full manual, kunnen we de treintjes zeg maar wanneer we willen harnas over de toe doen. Kunnen hem achteruit laten gaan. Kijk, we kunnen hem zelf goed, kunnen hem gewoon achteruit laten gaan. Hij gaat gewoon achteruit door een stroomsignaal. Even wel. Weer was nog tegen. Maar dat ziet natuurlijk niet uit, een achteraan die achteruit gaat. En dan nog zo traag. Ik ga hem resetten. En over de spot zetten. Dit was de aflevering, dames en heren. Voor mij was het een stomme, omdat het is mijn neus en ik ga nu weer snuiten omdat het moet. Oké. Even over naar de hoe moet je dat zeggen, de rangschikking. Op nummer 1 staat voor mij Monster Man Weeks. Dit staat op 2, dit staat op 3. Dus gewoon Coaster 1 op 1, 2 op 2, 3 op 3. Vond het minder? Ja, minder, maar deze gingen er toch wel mooi dingen op. Volgende week in New Limits aflevering 12 gaan wij kennis maken met Flashback, Flying Dutchman en Goat to Ride 3. Ik ben benieuwd, dames en heren, geniet zondag nog van de leuke aflevering Rollercoaster Tycoon 3. Dan gaan we ook weer mooi verder bouwen in ons parkje. En ja, maandag lol Disneycraft komt ook weer terug natuurlijk. En ik zou zeggen, later.